Vrienden van Jumix, zometeen kennen we de namen van de twee finalisten van Talent 21. Spannend. Wat zie ik hier? Een gelijkspel. Met twee stemmen voor Thomas bij de afvallers. Yes! Nu, nu. Oh. Heel jammer, Thomas. Ga daar maar staan bij de andere kandidaten. Bedankt voor je deelname en je krijgt nog een enorm applaus. Goed gedaan, hoor. Jammer, maar het is en blijft maar een spel, jongens. Ja. Oké, we gaan door. Met drie stemmen. Mag Federico? Naar de finale! Gefeliciteerd, bravo! Federico, dankjewel. En nu is het aan jou. Bye! Dus het gelijkspel is tussen Violetta en Lucinda. Er is fout geteld. Ja, want ik heb twee stemmen, Federico drie, en dat zijn er samen vijf. Dus nu zijn er nog drie voor hun twee. Oké, dan valt er dus één van de twee af. Dat kan niet anders. We gaan verder. Het moment van de waarheid. De tweede finaliste van Talent 21 is... En de tweede finaliste van Talent 21 is... Violetta! Bedankt, bedankt allemaal. Ik ben zo diep ontroerd dat ik niet weet wat ik moet zeggen. Oh, nee. Lucinda, ik geloof niet dat... Nee, je gelooft het niet, maar het is echt waar. Maar ik zou eerst iedereen willen bedanken die mij gesteund heeft en al mijn fans. En natuurlijk mijn ouders die van mij de grote ster hebben gemaakt die ik nu... Hij zei Violetta, niet Lucinda. Je gaat dit toch niet voor me verpesten, hè? Dus, zoals ik al zei, met drie stemmen gaat Violetta naar de finale met Federico. Graag een daverend applaus. Gefeliciteerd. Goed zo. Goed. Dankzij al jouw vrienden hier zijn jullie verkozen tot finalisten van deze wedstrijd. En ik wil in naam van de studio jullie feliciteren. Dank u wel. Goed gedaan. Gefeliciteerd, Violetta. Je verdient het echt. Ah, jij ook.